Beste kijker, ik ben Philip Kortes en ik heet jullie van harte welkom bij dit webinar over de nota woonbebouwing. We gaan vandaag ons richten op voortuinen en op aanbouwen bij een woning. We zien de afgelopen jaren dat er veel aandacht is voor de voortuin en voor het toevoegen van woonruimte bij je eigen woning. Bijvoorbeeld in de vorm van bergingen of een aanbouw. Ook blijven mensen langer thuis wonen, waardoor soms een scootsafe of mantelzorgwoning nodig blijkt. Bij het handhaven van het beleid komen ook soms vragen op. De nota woonbebouwing wordt als toetsingskader gebruikt en biedt voor diverse bouwwerken extra ruimte bovenop het bestemmingsplan om aan de behoeften van de individuele burger te voldoen. Hierbij is een afweging gemaakt van het belang van de individuele bewoner en het algemeen belang, waaronder het belang bijvoorbeeld van de buren. De nota staat in het speelveld met de vergunningsvrije mogelijkheden vanuit het Rijk en het bestemmingsplan van de gemeente. De regels hebben een basis vanuit de vergunningsvrije mogelijkheden en biedt aanvullend ruimte bovenop het bestemmingsplan. In dit webinar richten wij ons op de waarden die spelen en de beoogde kwaliteit. Zoals ik al zei, hierbij ligt de nadruk op de voortuin en de mogelijkheden voor aanbouwen aan een woning. Dit zijn thema's die bij handhaving worden tegengekomen, maar ook die ook in het verlengde liggen van, van de wensen van veel bewoners. We beginnen met de voortuinen. De nota woonbebouwing voorziet extra ruimte bovenop de mogelijkheden in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan heeft de vergunningsvrije mogelijkheden als basis. Dit betekent geen bebouwing en een erfafscheiding van maximaal 1 meter hoog in de voortuin. Het bestemmingsplan geeft extra ruimte voor erkers op de begane grond en afdak boven de voordeur. Ook is in sommige gevallen een berging bestemd voor een woning. Dit is vaak onderdeel van de stedenbouwkundige opzet, zoals in Westerkoog. De nota woonbebouwing biedt bovenop het bestemmingsplan aanvullende ruimte in het voorerfgebied. Dus de ruimte tussen de berging en de woning kan bijvoorbeeld worden bebouwd. En er kan een erfafscheiding worden geplaatst tussen de berging en de woning van 2 meter hoog in plaats van 1 meter. De voortuinen zijn private grond die doordat deze aan de openbare ruimte grenzen ook impact hebben op de publieke belangen. Het bestemmingsplan geeft mogelijkheden die bij dit belang horen. Een afweging tussen privaat en publiek belang. Een afweging waarbij de sociale veiligheid en een goede ruimtelijke ordening centraal staat. Sinds de vaststelling van de meeste bestemmingsplannen zijn diverse thema's relevant geworden, waar ook in de voortuin ruimte voor kan worden gevonden. Denk aan gezondheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit past vaak ook al prima binnen de regels van het bestemmingsplan overigens. Op veel plekken is de openbare ruimte krap, waardoor vaak weinig ruimte overblijft om plek te geven aan al deze thema's. Hierdoor zijn voortuinen van extra belang om de leefbaarheid van een woonomgeving te waarborgen. De nota woonbebouwing staat niet op zichzelf, maar staat in een speelveld van andere ambities. Als gemeente doen wij mee aan NK Tegelwippen en operatie Steenbreek. Het NK Tegelwippen richt zich op klimaatadaptatie en gezondheid. Een voortuin helpt tegen hittestress en kan water infiltreren. En werken aan een voortuin is mentaal en fysiek gezond. Operatie Steenbreek richt zich ook op de biodiversiteit en de sociale cohesie. Een ingerichte voortuin geeft eigenaarschap en nodigt uit om in de tuin te verblijven en of bezig te zijn. Een kans om elkaar actief of passief te ontmoeten. Zo nodigen het NK Tegelwippen en Operatie Steenbreek beide uit tot het vergroten van de kwaliteit van de voortuin en dus de leefomgeving. De nota woonbebouwing is net als het bestemmingsplan erop toegesplitst om de kwaliteiten die wij herkennen te waarborgen. De nota woonbebouwing richt zich op een goede ruimtelijke ordening die net genoemde mogelijk maakt, maar ook houdt het oog op de bestaande ruimtelijke kwaliteiten. Denk aan goed ingerichte woonwijken, maar ook bijvoorbeeld aan historische linten met doorzichten. Elk gebied is op een eigen manier opgebouwd en heeft eigen kwaliteit en identiteit. Een herkenbare structuur met eigen identiteit. De regels in de nota bieden in geval extra ruimte, maar houden de onderliggende waarden in het oog. Ook het belang van buren wordt meegenomen voor een prettige leefomgeving. Buren die bijvoorbeeld prettig in het zonnetje willen zitten, in de voor- of in de achtertuin. Ik wil graag het verhaal van de voortuin vertellen aan de hand van de belanghebbenden. En dat is de bewoner en dat is iedereen. Allereerst introduceer ik iedereen.
Dit zijn wij namelijk allemaal, de gebruikers van de openbare ruimte. Soms als buren, soms als eigenaar, soms als bezoeker of toerist. In de openbare ruimte spelen, verblijven, reizen wij. Vanaf de straat beleven wij de tuinen en de huizen. Dit is de bewoner. De bewoner heeft bij een grondgebonden woning vaak een huis met een voor- en een achtertuin. Elke bewoner is anders en heeft een eigen identiteit. In het algemeen heeft de bewoner behoefte aan privacy en veiligheid en wil deze graag hun eigendom kunnen opbergen of stallen. Ook hebben veel bewoners behoefte aan enige vorm van contact met andere mensen. En dit kunnen bijvoorbeeld de buren zijn. Voor de behoefte kan het huis, de achtertuin en de voortuin worden gebruikt. In de achtertuin is de regeldruk beperkt, doordat deze vaak beperkt invloed heeft op de publieke ruimte. De voortuin is onderdeel van de straat, het publieke domein. De mogelijkheden zijn hier veel sterker, een afweging dus tussen het private en het publieke belang. Terug naar iedereen. Als wij over straat gaan, voelen wij ons niet altijd veilig. Een straat vol auto's en bijvoorbeeld alleen maar garageboxen, dat voelt totaal niet prettig aan. Het voelt niet veilig en het nodigt ook niet uit om het te zijn. Ja, behalve als je er iets te doen hebt. De voortuin is de tussenruimte tussen de openbare ruimte en de woning. De openbare ruimte kunnen we aankleden met groen. Dit verzacht het aanzicht. Woningen staan vaak in de gemeente Zaanstad naar straten van beperkte breedte. In de straat wordt ruimte gezocht om te verblijven, om van A naar B te gaan, voor bomen, ander groen en ook nog om te parkeren. In oudere wijken is door het krap straatprofiel vaak nauwelijks ruimte voor groen en ruimte om te verblijven. Ook onder de grond, dus in de ondergrond, ligt vol met onder andere leidingen, riolering. En hiermee is de druk op de openbare ruimte groot. En door de inklinkende veengrond moet ook de openbare ruimte geregeld worden vervangen en opgehoogd. En waardoor bomen niet oud kunnen worden. Dus ook het groene karakter van de openbare ruimte staat hiermee onder druk. Op de begaande grond heeft een woning vaak de woonkamer of een keuken. Hier verblijven mensen. En dus is privacy van minder groot belang dan bijvoorbeeld bij een slaapkamer. Hierdoor is interactie mogelijk tussen binnen en buiten. Voordeuren aan de openbare ruimte vergroten de kans tot ontmoeting. En soms tot spontane ontmoeting. Dit draagt bij aan de sociale veiligheid en cohesie. De voortuin komt in beeld. Voortuinen werken als tussenzone tussen het publieke, de straat, en het private, de woonkamer. De voortuinen zijn voor het straatbeeld en de leefbaarheid van publiek belang. De voortuinen zijn voor de woonkwaliteit van privaat belang. De bewoner is eigenaar en heeft net als iedereen belangen bij de voortuin. Waarden als privacy, woningwaarde en identiteit spelen voor de bewoner mee. Voortuinen kunnen hier invulling aan geven. De voortuinen grenzen direct aan de publieke ruimte en dragen bij een ordelijk beeld. De inrichting hiervan is onderdeel van het straatbeeld. Een voortuin verzacht ook de overgang tussen privaat, de woonkamer, en het publieke, de straat. Hierdoor blijven gordijnen minder vaak dichtzitten en is er onderling meer sociale interactie mogelijk. Daar ligt een fundamentele vraag onder voor het inrichten van de voortuin. Willen wij een samenleving in vertrouwen of in wantrouwen? Een samenleving in onderling vertrouwen bestaat alleen als men elkaar ook direct ervaart. En dit is zowel actief als passief. Passief door elkaar te passeren en dan direct een inschatting kunnen maken. Is hij blij, verdrietig, misschien zelfs gevaarlijk. En actief door elkaar te groeten, een praatje. Of misschien wel een buurtfeest. Op sociale veiligheid en cohesie kan worden gestuurd met de inrichting. Met de woning, door voordeuren aan de straat. Ramen van de woonkamer of keuken in de plint. En met een overzichtelijke en goed verlichte openbare ruimte. En met mensen erin. Mensen in de voortuin, mensen op straat. De voortuin kan dus bijdragen aan de sociale veiligheid en binding met de buren en omgeving. Dit is zowel prettig voor de bewoner als iedereen op straat. De voortuin kan voor de bewoner als buffer gelden voor meer gevoel van privacy in huis. Want mensen die vlak langs je raam lopen beperken dat gevoel erg. Ook kan de bewoner in de tuin zijn identiteit kwijt. Eigenaarschap en ontmoeting wordt vaak versterkt met bijvoorbeeld een bankje. De voortuin is soms door de stand van de zon een aantrekkelijke plek om te verblijven voor de bewoner. Alleen op een bankje zitten zonder ingerichte tuin, ja, dat voelt wel heel erg kaal. Een inrichting met verharding en groen maakt in beleving een aangename tuin. Dit nodigt meer uit om op een bankje te gaan zitten. Ook
is dergelijke inrichting goed voor de sociale veiligheid en cohesie, doordat buren elkaar ontmoeten. Een wijk wordt gewoon meer levendig. Niet alleen mensen profiteren van een groene voortuin, ook past dit bij een natuurinclusieve inrichting waarbij ruimte voor biodiversiteit is. Kleine dieren zoals egels, vogels, vlinders en bijen kunnen profiteren. Ook bij hevige regenbui of bij hete dagen draagt een groene tuin bij om overlast te verkleinen of misschien zelfs te voorkomen. Soms wordt in een stedenbouwkundige opzet een erfafscheiding meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan Den Haag. Deze is voor de bewoner relatief goedkoop en eenvoudig te onderhouden en geeft een duidelijke grens tussen publiek en privaat. Ook werk ik mee aan een groen en rustig straatbeeld ten behoeve van iedereen. En de natuur, die profiteert natuurlijk ook. In de voortuin wordt de woning soms ook uitgebreid met een erker. De erker vergroot de leefruimte binnen en kan voor extra natuurlijk lichtinval zorgen in de woning. Dat is fijn voor de bewoner. Ook vindt de bewoner het soms prettig om een luifel boven de deur te hebben. Zo kan je toch even droog staan bij de voordeur. Doordat de erker klein is en voorzien van ramen, heeft het voor iedereen wel weinig bezwaar. De sociale veiligheid wordt geborgd, misschien zelfs vergroot. Er blijft voldoende ruimte over in de tuin voor een bankje en groen. Doordat elk huis dezelfde erker heeft of kan hebben, blijft een rustig beeld bestaan en de stedenbouwkundige opzet blijft heel duidelijk. Erkers worden geregeld gecombineerd met een luifel, waardoor het als één geheel beleefbaar is en het kwalitatieve beeld niet wordt verrommeld. In wijken zoals in Westerkoog is de achtertuin niet goed toegankelijk, waardoor bergingen in de voortuin zijn neergezet. Het is prettig voor de bewoners, zodat ze bijvoorbeeld toch hun fietsen droog kunnen stallen. De bergingen zijn duidelijk meeontworpen met de woning. In beeldkwaliteit is het een geheel. Voor de kwaliteit van de leefomgeving is het niet ideaal. De voortuinen moeten relatief diep zijn. De opzet is zo kwetsbaar. Te voet kan iedereen nog de tuin en de woning zien, maar hoe sneller iedereen gaat, hoe minder de woning ervaren wordt. Hierom wordt dergelijke opzet bij nieuwbouw niet tot nauwelijks nog toegepast. De bewoner heeft met de opzet meer privacy en nog ruimte om de identiteit in de voortuin kwijt te kunnen. Wel is er meer verharding nodig voor het stallen en manoeuvreren van fietsen. De groene uitstraling is hierdoor beperkt. De tussenruimte tussen de berging en de woning wordt voor allerlei zaken gebruikt, maar kan ook worden bijgetrokken bij de woning. De notenwoonbebouwing geeft hier ruimte voor. De impact is gering, de ruimtelijke kwaliteit blijft staan, zeker als dit in eenheid met de bestaande berging wordt gedaan. Dit beeld verschilt dan ook weinig van het vorige beeld. Soms wordt een berging later door de bewoner geplaatst. Hier zie je enkele beelden gemaakt door de handhaving. We zagen al dat een berging de voortuin het straatbeeld aantast. De woningen worden minder sterk beleefbaar. Ook hebben bergingen in de voortuin veel impact op de identiteit van een buurt. In de straten zijn de bergingen veroordeeld tot accenten die het straatbeeld gaan bepalen. Het ondermijnt de zorgvuldig ontworpen ruimtelijke structuur met heldere opzet en een straatprofiel van deur tot deur. En ja, wat zal dit met de woningwaarde van de buren doen? Want laten we wel wezen, vrij is anders. In dezelfde wijk wil de bewoner de riante voortuin benutten om te gaan zitten. Lekker anoniem, bijvoorbeeld in de zon. De bewoner plaatst een hoog hekwerk in de voortuin. En nu ervaart hij privacy. De woonkwaliteit kan er in beleving op vooruit gaan. Iedereen is echt hiervan de dupe. Op straat zie je bijna niemand. De wanden zijn blind en zonder beeldkwaliteit. Het gevoel van veiligheid gaat achteruit. De kwaliteit van de leefomgeving gaat hard achteruit. Hierom wordt hier ook geen ruimte aangeboden. Wel wordt aan de zijkant van de woning hier extra ruimte aangeboden. Iets terug van de liggend van de woning. Aan de zijkant is daar een overweging tussen privacy en impact op de openbare ruimte. Waarbij een zijtuin ten gunste van de bewoner wel een erfafscheiding mag hebben. En ook tussen een berging in de voortuin en de woning, daartussen mag je ook een erfafscheiding van 2 meter plaatsen. Want dit heeft beperkt effect, of in beide gevallen heeft het beperkt effect. De woningen blijven aan de straat staan. En ook zeker bij de erfafscheiding tussen de berging en de woning is die eigenlijk vanaf publieke ruimte niet beleefbaar. Dus heeft het alleen impact op de twee aanwonende mensen. Hier weer enkele voorbeelden vanuit het dossier van handhaving. Centraal bij de hoge erfafscheiding staat de behoefte aan privacy.
gevolg op de ruimtekwaliteit van de leefomgeving is echter groot. De schuttingen vormen een rommelig en anoniem en of armoedige rand van de publieke ruimte. De bewoner staat met de rug naar de publieke ruimte toe. Nu functioneert de voortuin niet meer als zone tussen privé en publiek, maar die is volledig in bezit genomen. Nu wil de bewoner zijn auto in de voortuin. Het liefst ook onder een carport. Fijn, de auto voor de deur, niet meer ver lopen en zicht op je eigen auto. Iedereen is hier de dupe van. De kwaliteit van de leefomgeving gaat achteruit. De woningen zijn nog maar beperkt zichtbaar. Er is letterlijk een buffer tussen de woning en de straat geplaatst. Hiermee staat de woning niet meer aan de straat, maar in de tweede lijn. De opzet is dan ook niet vriendelijk en gaat ten koste van de sociale veiligheid. Ook de natuur en het klimaat heeft het nakijken in de voortuin. De voortuin wordt bijna volledig verhard. Dat betekent meer hittestress en meer kans op wateroverlast. Hier weer enkele voorbeelden vanuit het dossier van handhaving. Centraal staat de parkeerbehoefte. De carports zijn een bouwwerk tussen de woning en de straat, maar vergroten daarmee wel enorm de afstand. Het aanzicht is rommelig en de tuinen zijn vaak volledig verhard. De carports en het parkeren doen hiermee afbreuk aan de potentie voor een voortuin met publieke kwaliteit. De leefomgeving is enorm verrommeld. Soms is vanuit de bewoner ook behoefte om afvalbakken in de voortuin te zetten, in plaats van de achtertuin. Dit kan doordat de achtertuin moeilijk te bereiken is, of doordat de kliko's in de achtertuin gewoon niet gewend zijn. Het plaatsen van kliko's in de voortuin maakt de voortuin functioneel een stalruimte. De voortuinen worden weinig uitnodigend om nog te zitten. Bewoners zullen hierdoor minder in hun voortuin gaan zitten. Het bouwen voor het stallen objecten verrommelt het aanzicht en doet ze ook afbreuk aan het aanzicht van de wijk. Hierdoor wordt hier geen ruimte aangeboden in de bestemmingsplan en ook niet in de nota woonbebouwing. Een kliko is niet vrij. Er is daardoor vaak behoefte om deze wel uit het zicht te plaatsen. En op het moment dat je hem alleen in de voortuin kan plaatsen, zijn er ook gewoon natuurlijke methodes voor. Denk aan het plaatsen van een haag of een verrijkbare bloembak. En dat zijn gewoon methodes die daadwerkelijk bijdragen ook aan andere kwaliteiten die een voortuin kan hebben. Gaandeweg zagen we de kwaliteit van de tuin afnemen. De beoogde waarden zijn moeilijker te handhaven. De nota woonbebouwing biedt wel extra bouwmogelijkheden, maar beschermt de ruimtelijke kwaliteit. Ook nodigt deze uit om de tuin in te richten met het oog op de andere kwaliteiten. Iedereen voelt zich veiliger als er actief en passief contact is met de omgeving. En iedereen voelt zich ook rustiger in een groene omgeving. In de nota wordt wel rekening gehouden dat mensen langer thuis blijven wonen. Dit geldt bij ziekte, bij ouderdom. Hierdoor is soms een afwijking toch noodzakelijk. Voor de voortuin gaat het om het stallen van een scootmobiel. Men maakt soms gebruik van een scootmobiel die ergens gestald moet worden. Dit kan soms binnen of in de achtertuin, maar niet altijd. In geval van een medische indicatie kan de scootmobiel ook in de voortuin dan geplaatst worden. Maar dit heeft wel impact op het stratenprofiel zoals je ziet. Hierin wordt een afweging gemaakt tussen het medische belang van de individuele bewoner en de impact op het algemene belang in de nota. We hebben nu gekeken naar de voortuin, de meerwaarde die het kan hebben voor zowel de bewoner als de publieke ruimte. Nu zetten we even een stapje opzij en kijken we naar de achtertuin. Een plek met meer privacy, met minder impact op de publieke ruimte. Allereerst weer de regels. Vergunningsvrij mag op het achtererf de begaande grond worden bebouwd. Met de nota woonbebouwing is gezocht naar mogelijkheden voor de uitbreiding van de woning, ook op de verdieping. De regels in de nota hebben de vergunningsvrije regels als basis en bouwen hier verder op door. Met name binnen 4 meter van de woning levert dit meer mogelijkheden op. In de volgende sheets neem ik jullie mee in deze basisopzet. Het erf wordt door het Rijk in 2 delen gedeeld. Het voorerf, de voortuin, en het achtererf. Bij het voorerf hebben we net stilgestaan. Nu het achtererf. Het deel van het erf wat meer privaat is. En dat is ook terug te lezen in de regels met een hogere erfverscheiding en meer mogelijkheden om bouwwerken te plaatsen. Met een bundel aan regels voor dit deel van het achtererf wordt de leefkwaliteit voor de achtertuin van de bewoners en ook voor de aanwonenden geregeld. Zo wordt overlast en bijvoorbeeld privacy en schaduwwerking voorkomen. Het achtererf is door het Rijk in 2 gesplitst wat betreft regels voor bijbehorende bouwwerken. Het is binnen 4 meter van van de woning en daarbuiten. En binnen 4 meter mag je een woonfunctie toevoegen, zo'n keuken of een woonkamer. En daarbuiten alleen een secundaire functie. Dus denk aan een overkapping, een kliko-ombouw of
een berging. Ook is de maatvoering verschillend in deze twee zones. In de zone buiten 4 meter kunnen onder voorwaarden schuren en zo worden geplaatst met een grote hoogte van maximaal 3 meter en een nok van 5 meter. In deze zone zijn de mogelijkheden binnen de nota woonbebouwing en de vergunningsvrije mogelijkheden nagenoeg gelijk. Het Rijk hanteert een afstand van 1 meter richting de publieke ruimte. Dit betekent dat je bijvoorbeeld bij een parkeerkoffer aan de achtertuin de eerste meter geen schuur mag plaatsen. De nota woonbebouwing maakt dat wel mogelijk, doordat deze meter erg ongunstig is voor de aanwonenden en de impact ook gewoon gering is. In de zone binnen 4 meter bieden sommige bestemmingsplannen en de vergunningsvrije mogelijkheden ruimte voor een aanbouw, voor bijvoorbeeld een keuken of een woonkamer. Het is alleen op de begaande grond, op de verdieping zijn geen mogelijkheden. Het uitgangspunt is dat de huidige stedenbouwkundige opzet herkenbaar blijft en waarden zoals doorzichten, eenheid en schaal worden behouden. De identiteit van een plek wordt hiermee beschermd. Even terug naar de basis. Een woning dat staat op een erf aan de straat en de bewoner die wil een aanbouw plaatsen. Nu is de vergunningsvrije aanbouw geplaatst. De woonkamer is uitgebreid en misschien heeft hij woonkantoor. De impact op het straatbeeld is beperkt. De aanbouw is duidelijk ondergeschikt en de woningen zijn als hoofdgebouw nog herkenbaar. En dit is weer van belang vanuit de planologische waarde, maar ook vanuit de ruimtelijke omzet met doorzicht. Wel is de horizon van de doorzichten tussen de woningen nu verhoogd. Vanaf straat komt nog steeds licht en ruimte tussen de huizen door. Geregeld is er ook behoefte aan de uitbreiding van de woning op de verdieping. Dat kan door bijvoorbeeld gezinsuitbreiding, een hobby of ander werk. Vergunningsvrij kunnen aan de zij- en achterkant dakkapellen worden geplaatst. En aan de voorzijde kan het niet. In de nota wordt meegewerkt aan dakkapellen ook aan de voorzijde. De voorwaarde is dat deze ondergeschikt is in het dakvlak. Hiermee wordt het straatbeeld niet aangetast. In de nota zijn hier regels voor opgesteld. En deze zijn ook al in diverse bestemmingsplannen opgenomen. De nota kent heldere regels die een rustig beeld creëren en bewoners in een gelijke situatie gelijke rechten geven. Bestaande dakkapellen in het bouwblok worden geregeld als uitgangspunt genomen, als trendsetter, waarmee de dakkapellen door kunnen worden gestempeld op elke woning in dat bouwblok of straat. Dit was een klein uitstapje richting de dakkapel. Nog geregeld is behoefte aan meer ruimte die niet enkel met een dakkapel is te realiseren. Deze kan worden gevonden bij een aanbouw. De nota woonbebouwing biedt ruimte aan een opbouw op de aanbouw om aan deze regels te voldoen. Duidelijkheid is weer geborgd in regels. De regels zijn zo opgesteld dat het publieke belang wordt geborgd en ook het belang van de buren. En toch in veel gevallen ruimte ontstaat voor een extra woonkamer of slaapkamer op de verdieping. Soms kan ook juist behoefte zijn aan extra buitenruimte. Bijvoorbeeld met woningen die geen of een hele kleine tuin hebben. Met de nota kan dan ook een dakterras worden toegevoegd. Dit kan wel enorme impact hebben op de privacy en het woongenot van de omwonenden. De regels zijn dusdanig opgesteld dat de privacy van de omwonenden wordt geregeld, het aanzicht vanaf de straat niet wordt aangetast en toch in veel gevallen ruimte kan worden gevonden voor een dakterras. En sommige bewoners hebben ook zorg nodig van familie. Dan kan het fijn of noodzakelijk zijn om bij de zorgbehoeftigen te wonen. Vanuit het Rijk wordt dit vergunningsvrij al mogelijk gemaakt met een mantelzorgwoning. Dit is een tijdelijke tweede woning op het erf. Hiervoor kan bijvoorbeeld een schuur worden omgebouwd of een woning worden geplaatst. Voor een mantelzorgwoning worden in de nota geen aanvullende mogelijkheden geboden, bovenop de mogelijkheden die het Rijk al biedt. Als de reden voor de mantelzorg verdwijnt, kan het gebouw blijven staan. Door aan te sluiten op de overige bouwmogelijkheden wordt de bestaande kwaliteit van het achtererf geborgd en voorkomen dat een bouwwerk na de hand weer moet worden gesloopt, met bijbehorende handhavingstraject. Alleen een badkamer en keuken moet bijvoorbeeld weer worden verwijderd. Dit webinar was bedoeld om duidelijk te maken hoe de nota woonbebouwing een afweging maakt tussen publiek en privaat belang. En dus soms best wel extra mogelijkheden biedt voor het bouwen van bouwwerken en afscheidingen bij woningen. De regels zijn bedoeld om onderliggende waarden van een goede ruimtelijke ordening met een heldere opzet en identiteit, privacy en bezonning te behouden. Ook gaat de nota woonbouwing hand in hand met andere ambities die voortkomen uit bijvoorbeeld operatie Steenbreek en het NK Tegelwippen. Het nodigt uit tot het gebruik van het erf met voordelen voor de eigen gezondheid, biodiversiteit en sociale cohesie.
voor een gezonde, prettige en toekomstbestendige leefomgeving. Ik dank jullie allemaal voor jullie aandacht.